Ik denk dat het voor nu wel meevalt. Volgens mij is het gewoon gemiddeld. Ik vind het eigenlijk prima. Mijn werkgever betaalt, dus dat scheelt. I do find it a little bit high. Voor mij gewoon conform naar landelijke eisen. Mijn ouders betalen mijn collegegeld, dus ik weet het niet. Ja, 2200 als het uit mijn hoofd zeg. Ik weet het niet helemaal precies. Mijn ouders betalen het gewoon jaarlijks. Dus ja, ik vind het best wel prijzig. Wat denk je dat de HU met al het collegegeld doet? I assume they put it in school. Ik denk dat ze de docenten betalen. Sowieso voor ons de laboratoria allemaal inrichten. Dingen moeten worden schoongemaakt. Stoelen, meubilair, maar op. Wij gaan vandaag ook een podcast maken en er is ook een hele ruimte voor. In Nederland is niks gratis. En hoe denk je dat de HU aan haar geld komt? Ik denk niet dat het collegegeld dat allemaal dekt. Uiteraard van de overheidssubsidies die ze krijgen voor elke leerling die op school komt. Ja, buiten de collegegelden denk ik ook de subsidies van de overheid. De inkomsten bijvoorbeeld met de kantine hier. En misschien wat bedrijfsleven die wat investeert daarin. De automaten. Ik zie hier af en toe wat reclame hangen. Misschien dat daar deel vandaan komt. Ja, we hebben een infographic. En daar zie je het. De rijksbedragen, 320. Ja, komt er wel best wel veel binnen. Collegegeld valt heel erg mee. Nou, ik zie een heel groot bedrag bij rijksbijdragen. Het is meer voor de sier dat ik dat betaal eigenlijk. Nee, ik had niet verwacht dat het salaris eigenlijk zo'n groot deel was van de kosting. 250 miljoen. Wauw, dat had ik niet verwacht. Maar Ah ja, dus vooral salarissen zijn duur. Ja, dan heb je wel geschoolde mensen die... ik weet niet. Het is best wel veel geld inderdaad. Dus dan vind ik wel dat de collegegeld natuurlijk nu wat lager kan.